Of ben ik? Al mot ik krupen. Ik ben geen echte Nijmegenaar. Nee, maar je komt uit Engeland, hè? Ja, klopt. Provincie Yorkshire, een plaatsje heet Beilden. In het noorden van Engeland. En hoe kom je dan in Nijmegen terecht, Tim? Wow, heb je een half uur. ik was in Brits militaire, in een Britse leger. Ja. En ik kwam in Münster terecht, in Duitsland. En daar heb ik 4 jaar gezeten, met veel plezier overigens. En in een weekend ben ik eens naar Nijmegen gekomen met een aantal vrienden. Om de vierdaagse te lopen? Nee, het was niet met de vierdaagse. Nee, dat niet. Nee. En toen kwam ik een aantal mensen tegen waarmee ik bevriend werd. En een kennisje van hen werd ik uiteindelijk verliefd op. En dat is het begin van mijn tijd in Nijmegen. Dat kennisje kwam uit Nijmegen? Ja. En waar woonden ze? Zij woonden in Wieken eigenlijk. In Wieken? Ja. Goed, dan kom je naar Nijmegen. Mm-hmm. Wat ga je dan doen? Ja, het was eigenlijk een vrij moeilijk begin. Want als je hier komt als toerist, als bezoeker, dan spreekt iedereen Engels en dan, ja, het is heel anders dan als je in werkelijkheid hier komt te wonen. Want dan word je plotseling geconfronteerd met een taalprobleem. En als je een taalprobleem hebt, of je spreekt de taal niet goed, dan is het natuurlijk wat moeilijk om wat goed werk te vinden. Dus ik ben eigenlijk begonnen met wat fabriekswerk en zo, en van langzamerhand heb ik de taal opgepikt. Middels cursussen. En van lieverlee heb ik me solliciteerd tot een baan in de ICT, waar ik dus nu nog steeds mee bezig ben. Maar Tim, je bent toen in Nijmegen gekomen wonen? Ik ben eigenlijk eerst in Wieken gekomen wonen, voor een paar maanden. En daarna ben ik in Nijmegen gekomen wonen. Waar ben je toen gaan wonen? In de eerste instantie was dat in de Voorsterkamp, in Lindeholt. Ja. En daarna zijn we gaan trouwen, mijn vriendin en ik. En toen zijn we in de Langfors gaan wonen. In Langfors, en daar woon je nog steeds? Ik woon inmiddels in de Meijhorst. In de Meijhorst. Ah, ja. Kijk, over het kanaal zeggen we. Over het kanaal, inderdaad, ja. Ja. Maar toen NIC, hoe kom je nou bij NIC terecht? Wat doe je daar? Nou, ja, dat zijn twee vragen. Eén vraag is van hoe kwam ik daar? Ik ben altijd een voetballiefhebber geweest. En toen ik hier kwam wonen, dacht ik van ik ga naar het plaatselijk talent gaan kijken bij NEC. En ik ben de allereerste wedstrijd ben ik heel hard weggelopen. Ik vond het zo verschrikkelijk saai. En dat was, dacht ik, in 1978. Ja. Maar goed, ik ben nog een paar keer naartoe gegaan en toen raakte ik eigenlijk verliefd op NEC en de Goffert. En ik ben toch nog lang supporter gebleven. En in de tijd van Henk van der Waarten, toen hij voorzitter was, waren een aantal supportersavonden. En ik raakte mee met Henk aan de praat, Henk van der Waarten. En ik heb me aangeboden of ik iets voor de club kon betekenen op een of andere manier. Op een constructieve manier. Nou, ik was een paar maandjes stil en toen belde Henk mij op of ik begeleider wilde worden van het tweede elftal. Wat eigenlijk tegenwoordig het belofte elftal is. Als ik het goed heb. ik heb dat, dacht ik, voor 4 jaar lang gedaan.
En daarna vond ook een trainerswisseling plaats waarmee Jan Pruin aan de macht kwam als trainer. En de spelersgroep van het eerste en Jan heeft mij verzocht om de begeleiding te doen van het eerste. Ja. En dat heb ik 2 jaar lang gedaan. En later, zoals nu, nu doe je bijvoorbeeld de good old boys NEC. Dat klopt, ja. Na mijn tijd bij NEC, ik ben daar toen weggegaan vanwege werkverplichtingen. Ik kreeg een project in Den Helder en dat viel niet meer te combineren met de begeleiding. Want het is eigenlijk een functie dat behoorlijk veel tijd en energie vergt. Ik ben eigenlijk een hele tijd niet meer bij NEC geweest. Een behoorlijke tijd. Af en toe een wedstrijd, maar... En op een gegeven moment werd ik gecontacteerd door een supporter die heel dicht bij de club zit. En hij gaf aan dat het oude NEC-verhaal eigenlijk niet zo goed meer liep. Henk Grim was toen daar de teammanager van. Maar Henk was toen hoofdscouting van NEC. En dat hield in dat hij behoorlijk vaak weg was in het buitenland enzovoort. En dat hij daar, dat verplichting was behoorlijk, nam behoorlijk veel tijd in. Waarmee de begeleiding van good old NEC, had hij niet zoveel tijd meer voor over. Dus even dat good old NEC, hè, ja. Dat zijn echt die oud-spelers van oudsher. Ja. Die, ja. Heet bijvoorbeeld zo'n Nico de Bree, hè? Hij is recent overleden. Ja, ja. Ja. Maakte die ook onderdeel van dat good old NEC nee, uit? Nee, nou, Nico die woonde in Wenen. In Wenen. Ja. Een aantal andere spelers wonen in het buitenland. Het is hoofdzakelijk met de spelers die nu nog in Nederland wonen, die meedoen. Ja. En die voetballen nog regelmatig? Een deel wel, want good old NEC bevat meer dan een spelend gedeelte. Het is ook niet meer spelend. De opzet van good old NEC is eigenlijk om oud-spelers bij elkaar te brengen. En dat ze elkaar kunnen zien, een babbeltje maken, oude herinneringen ophalen enzovoort. En ja, er is ook een spelend gedeelte. Ja, dat is, maar het is eigenlijk tweedelig, maar dan ook allemaal onder één kap. Meet and greet, zoals meet and greet. Nou ja, ja oké. Okay. Ja, maar hoeveel zijn er nou nog lid van zo'n club, van zo'n good old NEC? Ik heb, in mijn adresbestand heb ik 102. Maar dat kan meer zijn. Komen niet elk jaar... Komen die bij elkaar? Wij komen zeker een keer bij jou. Wij komen als geheel good old NEC, spelende, niet meer spelende, komen wij sowieso één keer per jaar bij elkaar. Zoals wij laatst gedaan hebben tegen Cambuur. Het spelende gedeelte komen we nou zeker eens in de maand, eens in de 2 maanden bij elkaar om een wedstrijd te spelen. En waar speel je dan? In het Goffert Stadion of op de Bijbel? Nee, wij spelen of bij de Eendracht, ja. Of... of uit waar we uitgenodigd voor zijn. Ja, 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 ja. Ja. Leuk Tim, als je dat dan ziet, hè, maar goed. NEC, hoe hebben ze dit jaar volgens jou gedaan, dit seizoen? Ik vind dat NEC uitstekend gedaan heeft. Ik ben er heel erg blij mee. Het is boven verwachting. Maar dan gaan weer spelers weg. Hè. Succes, dat leidt tot vertrek van spelers. Hoe moet dat volgend jaar nou? Ja, het is inherent aan het moderne voetbal dat als je een club in de positie van bijvoorbeeld NEC, maar ook een Vitesse, er is een verschil tussen een selling club en een buying club. En als jij in de positie, zowel financieel als positioneel, zit als NEC, en je hebt spelers die met kop en schouders uitsteken, dan kun je bijna vanuit gaan dat zij zich willen verbeteren. Ja, ja, ja. Goed, nou, NEC dan, maar je komt uit Engeland. Wat is jouw favoriete club in Engeland nu? Mijn favoriete club is Leeds United. Leeds United? Ja. 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 Een hele verrassende kampioen dit jaar in Engeland bijvoorbeeld, hè? Ja, absoluut. Wat vind je daar nou van? Ik vind het geweldig. Ik vind het absoluut geweldig. Ik ben absoluut geen Leicester City supporter, absoluut niet. Maar ik heb alleen, ik vind het zo'n fantastische prestatie wat ze gedaan hebben met zo weinig middelen. Ja. Want ja, dan zie je toch, hoe kan dat? Dat zo'n club met weinig middelen, hè, ik vergelijk een beetje met NEC, ja, hè, toch zo kampioen kan worden in dat, ten opzichte van die topclubs die tientallen miljoenen kunnen besteden aan spelers. Hoe dat kan, als ik dat zou eens weten, zou ik meteen mogen solliciteren als hoofdtrainer van NEC. Ja, goed.
Nou, even terug over Nijmegen, Tim. Wat vind je nou het mooiste van Nijmegen? Als ik ergens kom, en dat kan in Amerika zijn, het kan in Engeland zijn of in Nederland, heb ik bij bepaalde plaatsen een warm gevoel. En in Nederland is altijd Nijmegen geweest. Ik vind de sfeer van de stad, het ademt. Het ademt iets moois. En dat is vanaf gebouwen, oké. Niet alle gebouwen zijn even mooi. Nee, wat vind je bijvoorbeeld een lelijk gebouw? Ik vind dat ik noem het wel een puist op plein 44. Ja, je vindt... Oh, daar kijk je wel. Ik vind het afschuwelijk, ja. Dat vind je... En toch zeggen Nijmegen, nou, we vinden het mooi. Ja, nou maar, goed. Wat vind je er lelijk aan? Vind je het niet passen op die plek? Nee, ik vind het niet passen. En ja, ik hou van het stadslandschap, vind ik dat gebouwen als ze neer worden gezet, dat ze eigenlijk in de smaak van de stad, in de stijl van de stad gebouwd moet worden. En niet modern. Modern en oud kan wel samen, maar persoonlijk vind ik dat dus helemaal niets. Ja, dat is een beetje het lot van Nijmegen. Mm-hmm. Dat historisch bouwgevoel hebben wij nooit meer na de oorlog teruggekregen. Nee, dat is heel jammer. Nee, maar goed. In de 60e jaren, hetzelfde is ook gebeurd in Engeland. Ja. Er zijn een aantal, wat ik dan noem, cultuurbarbaren. Hebben een heleboel oude gebouwen plat gegooid. Helaas in Nijmegen is dat op een andere manier gegaan. Goed, ja. Verschrikkelijk. Ja. Maar het vervanging van gebouwen door stalen, staal, glas en beton, daar hou ik niet zo persoonlijk van. Nee. Goed, je bent in Nijmegen komen wonen. Je gaat ook niet meer weg uit Nijmegen, Tim. Nou, wellicht wel. Ik denk dat tegen mijn pensioenleeftijd dat ik toch weer terug ga naar het oude nest. Ja, toch terug naar Engeland. Ja. Ik heb daar nog steeds familie en vrienden en ik ga er zeker eens in de maand, eens in de 6 weken naartoe. Dus dat contact heb ik altijd gehouden daar. Nou, tot slot. Volgend seizoen, NEC. Mm-hmm. Waar komen ze op uit volgend jaar? Welke plek? Nou, ik ga geen geld opleggen, maar ik denk dat wij toch min of meer op dezelfde plaats, dezelfde positie gaan beëindigen. En als dat zo is, dan ben ik zeer tevreden. Ik ben ook nog meer tevreden met een kampioenschap, maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar ik denk dat NEC de zaak goed op de rails heeft wat dat betreft, qua organisatie. Het is een heel andere club geworden dan wat het was in mijn tijd. Mm-hmm. Veel professioneler, mooi nieuwe stadion. Of mooi nieuw, het is geloof ik 20 jaar oud inmiddels. Ja. Maar ik noem het nog steeds het nieuwe stadion. Maar ik ben ervan overtuigd dat de team dat we bij NEC hebben heel goed gaan presteren. Ook in de achtergrond, in de backroom, zeg maar. Dat ze de zaak eens goed voor elkaar hebben. Ja, want er is nog een discussie, hè? Een vraag aan jou, echt, hè? Van, een beetje als onpartijdige misschien. Dat Goffertstadion, zeggen ze, dat is eigenlijk, dat moet verbouwd worden. Daar moet een tweede ring op, dat kost heel veel geld. Dat is een hele discussie in de stad. Er zijn mensen die zeggen, dat doen we niet. Een gemeenteraad van Nijmegen zegt, dat doen we in eerste instantie nog niet. Is dat wel nodig? Heeft NEC eigenlijk een nieuw stadion nodig, volgens jou? Ja, ik zeg aarzelend ja. Ja, 12.500 is niet erg veel. Het is toch wel een paar keer per seizoen uitverkocht. Maar ik denk dat een zekere uitbreiding wel nodig is, ja. Ja, maar je zegt het aarzelend. Ik zeg het aarzelend om twee redenen. Als je een stadion te groot maakt, is het ongezellig. Wat we nu hebben is een zeer gezellig stadion. Alleen, ja, 12.500 is niet zoveel capaciteit. Een uitbreiding zou mooi zijn, maar dat naar mijn smaak, en daar heb je mij met mijn stads landschap gevoel, dat wanneer een stadion in een mooi Goffertpark is, dat moet niet opvallend zijn in de Goffertpark. Nee. Want de Goffertpark heeft natuurlijk wel andere doellijnen dan alleen het voetbal. Ja. Oh. Dus wat mij betreft, als ze het op een subtiele manier groter zou kunnen maken, dan graag. Ja. Ja. Of anders op een andere plek. Dat zou de enige andere alternatief zijn, ja. Ja. Goed, nou, ik zou zeggen, wandel nog even rond. Ja. Maak een rondje over deze toren. Oké. Okay.
En dan wens ik jou met de good old boys van NEC, ja, heel veel succes. Heel veel. Heel erg bedankt. Ik wil nog één keer die zijn steven horen slaan. Volg ons online via Facebook @altijd_en1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijd_en1. Want Nijmegen is altijd N1.